De meeste mensen klagen deze dagen steen en been. Zij treuren en zij zeuren, wat een tijd, waar moet dat heen? Dat al die pessimisten zich vergisten glad verkeerd, heb ik gelukkig van mijn tante Lena lang geleerd. Want wie mijn tante Lena kent, die staat gewoon verstomd. Die is ze met weinig toch schatrijk en vraag je hoe dat komt. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, al heb je een kwartje zo, ze zegt, kan je in de Hema al terecht. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, zij maakt geen schema van haar thema. Neem de Hema maar te baat, en tante Lena geeft hier ieder goeie raad. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, al heb je een kwartje zo, ze zegt, kan je in de Hema al terecht. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, zij maakt geen schema van haar thema. Neem de Hema maar te baat, en tante Lena geeft hier ieder goeie raad. Mijn tante kent geen zorgen, nu nog morgen, dat is toch fijn. Kan alle mensen wensen dat ze net zo zouden zijn. Voor u iets veroordeelt, neem een voorbeeld eerst aan haar. Koopt als mijn tante Lena bij de Hema, Kees is klaar. Ons zitje in de lunchroom bij zo heel veel lekkernij. Dat krijgt u er als Hema-klant nog op den koop toe bij. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, al heb je een kwartje zo, ze zegt, kan je in de Hema al terecht. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, zij maakt geen schema van haar thema. Neem de Hema maar te baat, mijn tante Lena geeft hier ieder goeie raad. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, al heb je een kwartje zo, ze zegt, kan je in de Hema al terecht. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, zij maakt geen schema van haar thema. Neem de Hema maar te baat, en tante Lena geeft je ieder goeie raad.